Camille. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij hadden afgelopen seizoen 2 pianisten in de uitzending. Igor Roma, Enrico Pace. Achter de vleugels speelden The Planets. En ze hadden een bal meegenomen. Die ook symbool stond voor de planeet. Maar ook voor hun gedeelde passie voor voetbal. Dat vonden ze leuk om te doen. Jij hebt ook iets met een bal, want we kwamen een filmpje tegen van jou met een bal, maar daar zat ook piano in. Misschien kan je dat even aan ons uitleggen. Ja, ja, het is leuk. Het is een soort knipoog als het ware geworden. De strekking eigenlijk van het filmpje is dat het gaat om concentratie. Dus dat als je aan het hooghouden bent of aan het voetballen bent, dat dat vergelijkbaar is met bezigheid als muzikus, maar op welk niveau dan ook. Mm-hmm. Is concentratie iets wat overal van toepassing kan zijn. Ik vind in dat filmpje dat het mooi naar voren komt. Hoe je bezig bent met hooghouden, hoe je opgaat in dat moment. Mm-hmm. En dat in de muziek ook zo is, wilde ik een beetje met elkaar verbinden. Ja, precies. Je gaat zo Schubert voor ons spelen. Deutsch 960 en in de geschiedenis van vrije geluiden, kan me bijna niet voorstellen, is deze sonate nog nooit eerder gespeeld. Ja. Dus de eer is aan jou. Ja. Misschien kun je ons ook even vertellen waarom dit zo'n mijlpaal is in de pianoliteratuur en waarom het zo groot is. Het stuk is geschreven in zijn laatste levensjaar. Ja. Samen met talloze andere meesterwerken. Ja. Wat bijna, dat is echt mind-blowing. Terwijl hij heel jong was. Ja, 31 inderdaad. Ja. En hij schreef toen een strijkquintet ook, wat ook bekend staat als een geniaal stuk. En de andere twee sonates, Deutsch 959 en 58. Allemaal enorm in lengte, 40 minuten ongeveer. Mm-hmm. En dat op zijn sterfbed. Ja, haast wel. Als een afscheid als het ware. En dat is enorm ontroerend eigenlijk. Hoor je dat ook goed in dat stuk? Ja, dat eerste deel dat begint enorm gedragen. Naast trots, heel wijs, vind ik zelf. Ik kan een stukje spelen. Dat het begint als iemand die het leven in de breedste zin van het woord beleefd heeft, vind ik zelf. Mm. En dan gaat hij vanuit daar naar het tweede deel, wat eigenlijk nog dieper verinnerlijkt. Nog meer richting verstilling eigenlijk. Mm-hmm. En vanuit die verstilling kruipt hij eigenlijk langzaam een dal uit naar een wat energieker derde deel. En een enorm schertsend als het ware vierde deel, waar de hele tijd hetzelfde akkoord, dezelfde octaaf terugkomt. Steeds terugkeren. Het hele deel inderdaad is die alarmklok, wat je zo positief als negatief in ieder geval kan relateren tot de tikken van de klok. Ja. Of het plezier van het bestaan. Dat gaat maar door als daar en daar moet je je plek in vinden. Ja. Dus dat is Is ook een interpretatiedingetje, want ik hoor wel een soort van vrolijke noot daar. Ja, ja. Ja, dat zit er eigenlijk ook in. En ik deel die ervaring inderdaad met jou, dat vierde deel wel dichtst komt bij een soort levensvreugde inderdaad. Ja. En het zoeken van vreugde in het leven en het speelsheid ervan. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd, doordat hij steeds dat... Alsof hij weet, let op, het is niet voor eeuwig. Ja, precies. En, mooi, er zitten dus heel veel lagen in. Ervaar je dat als je dat aan het spelen bent? Ik bedoel, ik zie het nu al kleine stukjes doen en dan merk ik het eigenlijk al wel aan je. Ligt dat zo klaar in het stuk, al die emoties? Dus de tragiek en de hoop. Overkomt dat je bij wijze van spreken terwijl je aan het spelen bent? Of moet jij dat er echt in leggen? Nee, dat zit zeker in de muziek. Het is een kwestie van inleven, inderdaad. Ja. Het ligt allemaal klaar.
wat mij betreft, in elk deel. Ja. En dan moet je je tot verhouden. Ja. Ja. Betekent dat dan ook dat je, zeg maar, een bepaalde rijpheid moet hebben als pianist om het te kunnen spelen? Ja, dat is een hele interessante vraag inderdaad. In hoeverre, want er zijn ook jonge pianisten die het heel goed al kunnen spelen. Maar bij Schubert is het misschien toch wel net een stapje verder voor nodig. Een wat meer levenservaring misschien, wat meer gevoel voor discretie, gevoel voor nuance. Mm-hmm. Want dat is Schubert echt wel heel hard nodig. Mm-hmm. Het is altijd grijs bij Schubert, nooit zwart of wit. Mm-hmm. Dus in die zin, ja, denk ik wel. Ja. Volgens mij heb je horen zeggen dat, en dat vond ik heel mooi, als je de eerste noot speelt, maak het eens af. Dan ben je het ene mens als daar. En als je het laatste speelt, dan ben je een ander mens. Dat is inderdaad hoe je Schubert-sonaten moet horen. Ja, dat is heel mooi. Ja. Dus jij verandert elke keer een beetje. Ja, ja. Ik denk het wel. Ja. Nou, ik hoop dat we dat gaan zien in het tweede deel. Aan jou de eer. Een heel moment in de geschiedenis van Vrijgeluiden. Dodge 960. Camille Boomsma.